Begin januari broeit het in Leopoldstad in Belgisch-Congo. Er wordt geroofd en gemoord, 42 doden zijn er. De Fors Publiek arresteert echte en vermeende plunderaars. Hemden zijn blijkbaar gegeerd. De internationale pers is erbij om dit zwart verzet tegen het Belgische gezag te filmen. Voor de Belgische kolonialen is het een voorsmaakje van wat komen gaat. Controles zullen de rust niet herstellen. Anderhalf jaar later wordt Congo onafhankelijk.